aaneenschakeling van verkeerde passes en persoonlijke fouten was. Nee, PSV was voetballend en fysiek en qua passie gewoon de baas. Maar het zijn wel allemaal jongens uit eigen opleiding. De Dijks ook weer teruggehaald, Ajax, belangrijk natuurlijk. Nou, ook. Nou, ik heb even Dijks speciaal onder de loep genomen. Oh ja, die gaan wij samen. Builen. Die gaan wij samen onder de loep nemen. Oké. Nou, daar komt die Dijks. Oh, wat gaat er gebeuren, denk jij? Maar hij doet de bal. Maar gaan hem een lekkere voorzet, toch? Ja, let op. Nou, gelukkig krijgt hij een tweede kans. Ja. Wat denk je, wat er gebeurt nu? Nou, nu komt de laatste tekenen voorzet. Dat denk ik ook. Nou, ja. Na één keer kan gebeuren, ja. Twee keer lijkt me niet. Maar nou, daar gaat hij. Komt hij. Het leuke is, hij krijgt een derde kans. Nou, ja, ik zweer het je. Hij probeert. Je zou toch zeggen... Ja, nu moet het goed komen. Nu heeft hij onder de bal. Ja, nu gaat hij goed komen. Ja. Let op wat er gebeurt. Oh. Ja, dit was Dijks. Ja. Het is geen Manolev. Nee. Want Manolev gaat door. Ja. Hij heeft geen voorzet meer gegeven. Hij is niet bij voorzetten dacht. Ik heb dat drie keer geprobeerd in 15 seconden. Ik vind het leuk geweest. Het was symbolisch voor alles. Natuurlijk wel. In die laatste 10 minuten, 15 minuten gebeurde bij de... Vrije trappen genomen, die kwamen bij niemand uit. Niemand legde een bal. Ik zit dan na de wedstrijd te kijken naar een interview met onze vriend de voorstopper, hoe heet die, Veldman. Ja. En die zegt dan, we leverden veel te veel ballen in. Er werden veel te veel ballen vanuit het niets met veel vrijstaande mensen gewoon maar ingeleverd. Ik denk, ja, maar weet je wie er nou gewoon een bal in? Ja. Wat ben jij? Ja. Want die zit te lullen over zichzelf. Ja. Hij zegt, ja, nee, we hebben veel te makkelijk die ballen. Nou, dat ze nou één makkelijk bal in leverden, was hij het wel. Ja, hij